Ja, ben je 12 en 13 jaar, nog lekker laat buiten en dan kom je net die twee verkeerde jongens tegen. Terug naar zaterdag 25 juni. Twee vrienden van 12 en 13 hebben rond een uur of zes met elkaar afgesproken. Eerst een hamburgertje bij de Mac, daarna een beetje chillen met elkaar. De twee wonen in de wijk Bergse Plaat in Bergen op Zoom, die aan het water ligt. Dus ze hebben alle ruimte. Rond een uur of half elf die avond verplaatsen ze zich naar de Laan van Hildernissen. Daar zit ter hoogte van de busbaan een klein parkje waar ze neerstrijken. Omdat het best al laat is, fietst een van de jongens even terug naar huis. Daarbij ziet hij al dat ze niet de enige zijn. Er zijn ook nog twee iets oudere jongens. Ook zijn vriend ziet ze. Hij kent de jongens niet, dus zegt verder niks tegen ze. Vijf minuten later. Het vriendje mag van thuis nog even terug. Ze willen samen nog even wat dingen doen op hun telefoon, wanneer ze opeens worden aangevallen. Help, 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 help. De twee grotere jongens willen geld. In de worsteling smijt een van hen een telefoonstuk. De paar euro's die de twee vrienden hebben voor wat eten worden afgepakt. En een van hen krijgt ook nog een stomp tegen zijn hoofd. Met dat beetje geld en een van de telefoons rennen de straatrovers weg. Ja, die daders zijn daarna mogelijk langs de sloot aan de Middelvliet. Verder die woonwijk Bergse Plaat daar in Bergen op Zoom ingerend. De politie houdt er ernstig rekening mee dat het gewoon jongens daar uit de buurt zijn. Het gaat om twee tieners die we zoeken. Het is ook belangrijk om dit soort zaken echt snel op te lossen. We zoeken een lange, magere, blanke of lichtgetinte jongen van een jaar of 18 en een kleinere jongen van een jaar of 15 pas. Hun signalement, die blanke of lichte tinte jongen van ongeveer 18 jaar was dus mager en ongeveer 1,90 lang. Hij had kort haar, was helemaal in het zwart gekleed en de slachtoffers dachten dat hij met een Marokkaans accent sprak. De andere was dus licht getint en jonger, pas 15 wordt geschat. Ook mager, maar wel veel kleiner, zo'n 1,70 meter. En opvallend aan zijn gezicht. Dat was een heel rond gezicht. Hij had ook grote oren met grote oorlellen. Verder had hij donkere ogen. Zwart krullend, kort haar en dat haar was opgeschoren. Vermoedt u nou wie deze jongens zijn? Geef het dan door gratis op 0800 60 70. En die twee hadden dus vanaf zaterdag 25 juni opeens een telefoon erbij. Zou je moeten zeggen toch dat dat op die leeftijd in je omgeving opvalt? En verder wil de politie natuurlijk weten wie deze twee misschien ook eerder daar in het parkje aan die Laan van Hildernissen heeft gezien. Overigens heeft die wijk daar een eigen wijkagent. Dat is Daphne Wansink. Die wil graag de Bergse Plaat samen met u veiliger maken. Haar contactgegevens vindt u op politie.nl. En wilt u liever anoniem iets over deze straatroof vertellen, misschien omdat je de daders kent, dan kan dat natuurlijk ook.